Deze koepel vormt al 45 jaar de kern van het Dolfinarium. Maar de koepel is niet meer van deze tijd. En dus wordt de winter gebruikt voor een enorme renovatie. Nieuw licht, nieuw geluid, nieuw decor. Tribunes volkomen gestript. Compleet nieuwe show. Ja, ze kunnen nog uren doorpraten. Marianne Lortie-Deelman legt alles zorgvuldig vast. Voor haar heeft het Dolfinarium een hele speciale betekenis. Ja, mijn vader was de architect. Die heeft het ontworpen. En ik heb er ook gewerkt toen ik 16 was. Want ja, dat baantje daar hielp mijn vader me natuurlijk wel weer even aan. En ik ben gek op dolfijnen. De dolfijnen kunnen door de verbouwing dus niet overwinteren in de koepel. Maar er is een uitstekend alternatief. We hebben natuurlijk een hele mooie buitengebied. 15 miljoen liter echt zeewater, de lagune. En op dit moment zitten al onze dieren in de lagune. Over ruim een maand gaan de dolfijnen weer terug naar de gerenoveerde koepel. En op 27 april gaat het Dolfinarium Nieuwe Stijl weer open.